Ik zit in een onesie, inderdaad. Ja, het is een luie zondag, dan mag het. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik vertellen hoe mijn studiekeuzeproces is gegaan. En ik hoop dat ik jullie daarmee een beetje kan helpen. Dus laten we snel beginnen. Ik heb er weer een kopje thee bij. Echt een lekker kopje thee. Het begon allemaal om te bedenken wat vind ik leuk en wat zijn mijn interesses. In de vierde begon ik namelijk met oriënteren en ben ik nog blijven zitten. En toen heb ik de vijfde nog gehad, dus ik heb eigenlijk 3 jaar gehad om te oriënteren wat ik wilde doen na de middelbare school. Dus toen heb ik nagedacht, nou wat vind ik leuk, wat zijn mijn interesses. En op dat moment was ik heel erg van het fotograferen en het filmen. Toen dacht ik echt, oh dat kan misschien wel mijn vak worden. Dus toen heb ik gedacht aan de fotoacademie, de fotovakschool en de filmacademie. En verder was ik in die tijd ook heel veel bezig met paarden en zou ik graag paardenfysiotherapeut willen worden. En dus wilde ik ook kijken bij de opleiding fysiotherapie, omdat dat eerst moet voordat je dieren kan fysiotherapeuten, als het ware. Toen was er een beroepenmarkt bij mij op de middelbare school en toen ben ik daar naartoe geweest. Ook nog naar mediacollege gekeken, maar dat was dan mbo. En naar fysiotherapie en er was toevallig ook een praatje over ergotherapie. En ik dacht, nou goed, laten we ook even kijken wat dat is. Toen ben ik eigenlijk bij die beroepenmarkt erachter gekomen dat ergotherapie eigenlijk het meeste aansprak bij mij. En dat ik dacht van, nou dat kan echt wel iets worden. Dus toen ben ik gaan kijken naar open dagen. Ik ben toen naar de open dag van ergotherapie geweest, van de fotovakschool, van de filmacademie zoals ik net al zei. Dat waren de 3 die mij echt heel erg leuk leken. Alleen bij de filmacademie en bij de fotovakschool moest je ook best wel een flink portfolio hebben. Wat ik in die tijd toen gewoon niet had. Ik had wel heel veel foto's en filmpjes, maar niet de kwaliteit die zij verwachten eigenlijk. Het was een leuke open dag, maar ik heb er toen toch voor gekozen om die af te laten vallen. Toen naar de ergotherapie open dag geweest. Toen ben ik daar echt super lang gebleven. Ik denk dat ik daar echt 3 uur heb rondgestruind. En toen dacht ik echt, ja dit is het gewoon. Dit is gewoon de opleiding die ik wil doen. Toen ben ik vervolgens gaan proefstuderen bij ergotherapie en dat beviel eigenlijk heel erg goed. En dan vanaf dat moment dacht ik, oké, dit is de studie die ik ga volgen. En toen heb ik mijn keuze gemaakt. Vanaf dat moment wist ik eigenlijk dat ik ergotherapie zou studeren, dus heb ik verder eigenlijk niet naar andere opleidingen gekeken. Vanaf de eerste keer dat ik in de vierde zat, wist ik het dus al. Ik heb alleen op de Hogeschool van Amsterdam gekeken voor ergotherapie, aangezien de andere locaties te ver voor mij waren en ik eigenlijk vond dat deze er heel goed uitkwam. En ik vond ook dat de locatie erg goed was, samen met de andere gezondheidsopleidingen. Dus dat leek me hartstikke top. Van tevoren heb je natuurlijk een idee hoe de opleiding gaat zijn. En klopt mijn beeld nog steeds? Ja en nee. Ja, omdat ik heel veel dingen waarvan ik dacht, oh dat ga ik leuk vinden, vond ik ook echt leuk. Maar ook nee, omdat er toch wel dingen waren waarvan ik niet wist dat een ergotherapeut dat zou kunnen doen. Mijn kopje thee is op, wat ook betekent dat dit het einde van de video is. Dus zo ben ik tot mijn studiekeuze gekomen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Wil je nou zien hoe Julian zijn keuze heeft gemaakt? Klik dan hier en klik hier voor de video van gisteren. Dan kan je hier klikken om te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je er iets aan hebt gehad. En dan wens ik jullie een prettig weekend toe. Doei! Vinden jullie dat ding trouwens ook niet echt super grappig? Kijk nou hoe vrolijk hij is.